Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Zonder zorg, hoe gaat het met jullie? Laat even een comment achter hoe het met je gaat vandaag. Hoe je bent opgestaan. Dan kan ik het lezen zo direct. Goedemorgen, goedemorgen, zeggen we in het Surinaams. Goedemorgen buiten de wereld waar ik niet naartoe mag. Nog steeds niet aan mijn papa. Maar we zijn eigenlijk ready. We moeten nog heel even geduld hebben. Ondertussen zijn de bouwvakkers bezig. De straat wordt gefixt. Onze gele auto is weg. We hebben nu een rode auto. Ik weet ook niet wat ik moet denken van al die kleurtjes hier voor de deur, hoor. Bikiteng wagi gestapeld op Bikiteng wagi hier. Maar ja, ik ben Bikiteng te laat. Ik moet aan mijn ontbijt. Ik ken een zwart meisje die voorbij fietst. Dag zwart meisje, je bent mooi. Goedemorgen, we gaan ontbijten. Maar ik ga eerst mijn medicatie, mijn vitamintjes enzovoort moeten innemen. Ik heb redelijk geslapen. Het is me wel opgevallen dat ze de afgelopen 2 dagjes me niet wakker maken. Dus ik weet niet of ze iedereen niet wakker maken of alleen mij niet wakker maken. Maar ze maken ons niet meer wakker. Om 7 uur had ik klop klop moeten horen op die deur. Is niet erg, maar ik vind het niet erg om 7 uur die klop klop te horen, snap je? Om in een bepaald ritme te komen en te blijven. Maar goed, we zijn wakker. Leuk dat je kijkt, ik ben Final Creator. En we zijn in de Jelinek Kliniek om te werken aan onszelf. Tot zo. Dus hey, we zijn bezig die kerstbomen te verseren. Hi. Ik ga je laten zien. Ai ai. Kijk. Onze kerstboom. Ik heb jullie gezegd, de enige kerstverlichting die ik ga laten zien, dat is... De enige kerstverlichting dat jullie gaan zien, is dat rode lampje op mijn tv. Maar kijk. Nou ja, we hebben geen piek, helaas. Je kan niet alles hebben. Maar hier ben ik zo net mee bezig geweest. Nou, dan hebben we toch een klein beetje sfeer hier. En je weet dat Surinamers geen grappen maken met die mozerij hier, toch? Oké. Ik ga jullie vertellen hoe of wat. Ik heb nog een paar andere kerstbomen aan die kant. Maar nu merk ik dat ik een beetje gestrest ben. En een beetje piekerig. Dus we gaan heel even een warme douche nemen. Dat is wat we gaan doen. Dat is wat ik wil. Want dat is wat moet gebeuren. Zo, ik ben heerlijk gedoucht, joh. En ik ga aan mijn... achter mijn website... Ik ga op mijn website, even achter mijn website aan en daarmee aan de slag. Om een leuk artikeltje te schrijven. Ik ben heerlijk gedoucht. Even ter ontspanning. Ondertussen doet mijn knie pijn. Als je lomp doet in de gymzaal. Maar goed, lekker gedoucht. Overigens, er zijn nieuwe mensen natuurlijk vandaag gekomen. Een hele groep aan nieuwe mensen vandaag. Die een beetje wegwijs gemaakt moeten worden. Nieuwe mensen betekent ook... de een die net vanochtend nog wat zijn laatste jointje heeft gerookt. Of zijn laatste lijntje heeft genomen. Of zijn laatste drankje heeft gedaan. Dus het is even een paar dagjes weer onrustig hier. En daarna zal het weer langzaam rustig worden. En stabiliseren. Um,
ga mijn artikeltje schrijven. Wanneer je voortijdig hebt gesproken, toch? Jezus! En dan weet je dat mensen die hier met me in die detox hebben gezeten, komen ook kleur op mijn kanaal en nieuwsgierig gaan zijn. Wat doe je in vredesnaam hier? Ik kan niet vrij praten meer over mensen die ik hier zie. Nee, ik praat sowieso niet over mensen die ik hier zie, want dat zou heel raar zijn. Maar in ieder geval, buurman. Hey! Inspector Gadgets, hey! Oké! Hey! Je moet laat jezelf presenteren. Wat heb je gezien? Gepresenteerd, goed! Goed gepresenteerd ook! Ik ga niet met zweetplekken rondlopen. Zullen we vragen van, hè, wat is met je aan de hand? Kijk maar met. Kijk maar met borstvlek. Want ik kwel en die baba, ja, die lekt. Kijk maar met borstvlek. Het is tijd om naar huis te gaan. Ik zeg je echt. Het is tijd om naar huis te gaan. In vrijheid. Mijn oogkasten laten strelen. Ik ben nog sapsuma monai. Maar het is klaar hoor. Klaar is klaar. Oh, had ik jullie maar kunnen laten zien. Anyway. Bye bye, tot zo. Kijk eens mensen, ik ben heerlijk gedoucht, heerlijk gedoucht. Hallo. Hallo. Dat is de cake, mijn shirt, hallo. Hallo. Ik merk dat ik hyper ben. Mijn gedrag is niet goed. Ik merk dat ik hyper ben. Oh mijn god. Ik ga jullie nu eerlijk iets bekennen. Als ik ooit in de gevangenis terechtkom, gaat het niet goed zijn. Het gaat niet goed zijn. Tot uit gevangenis gaan jullie tories horen. Het gaat niet goed zijn. Beter beland ik niet daar. Beter beland ik niet in geen enkel gevangenis. Want voordat ik het weet... Isabi, moet je weten wat gebeurd is daar. Ik kan me helemaal voorstellen. Maar als ik naar gevangenis ga, waar? In het land? Je moet voorzichtig zijn waar je wordt geplaatst, toch? Je kan, je kan geen voorkeur uitspreken, maar je hoeft niet, ook niet in een boerengat te gaan. Het moet gemêleerd zijn. Het publiek moet gemengd zijn. Ik wil tussen oplichters zitten. Seriemoordenaars. En wat nog meer? Oorlogsmisdadigers. Dat is het niveau. En af en toe een laag iemand. We bedienen alles. Je kan niet kieskeurig zijn. Iedereen wil over kieskeurig gesproken. Ik ben te lang in mijn kamer. Doei. Zo. Ik mag weer komen liggen onder mijn 14 dekens. Ik kom weer liggen onder mijn 14 dekens hier. Dag hier vandaag. Tja, wat kan ik jullie vertellen? Behalve dat het eigenlijk vandaag ook best een succes is geworden in die zin. Dat we het weer hebben overleefd, hè. Genoeg stof om over na te denken. Vandaag. Kan je scherp stellen met mijn pampang? Moet ik mijn oogpieren vooruit? Oké. Waarom heb je zoveel gezicht met moeite met mijn gezicht, Joconjo? Ziet dat ik een gezicht ben? Wat een agressie, sorry hoor mensen. Wat een agressie, zo in die camera.
Ik kan er niet tegen wanneer de techniek hapert. Ik haper toch ook niet. In ieder geval, vandaag is weer een succes. Maar oh, wat ben ik vermoeid. Ik heb heel veel vermoeidheid in mijn lichaam, toch. Heel veel onrust en... Dat vindt nu gang om naar buiten te komen. Ik heb ook heel veel energie in mijn lichaam, maar het is niet alleen vermoeidheid. Maar je snapt wat ik bedoel, hoop ik. Ik heb afgelopen periode weinig geslapen in verhouding naar wat mijn lichaam nodig heeft. Op zich oké, maar leuk is anders. Maar die slaap ga ik wel inhalen uiteraard. Maar er gebeurt nu heel veel verschillende dingen door mijn lijf, door mijn geest heen. Dus om mijn vinger direct te kunnen leggen waar die vermoeidheid vandaan komt, is natuurlijk ook niet makkelijk. Maar het feit is dat ik vermoeid ben en mijn lichaam vermoeidheid ervaart. Ondertussen. Nou ja. Mijn spierpijn van het sporten. Ik ben benieuwd of ik morgen meer spierpijn ga krijgen in mijn rechterhand. Jongen, volleybal zijn we aan het spelen hier. En badminton. Mijn lichaam is niet getraind voor dit soort dingetjes. Verlos. Mijn lichaam is niet getraind. Als ik het zelf mijn hele rechterarm pijn doet. Ik ben weer verliefd. De hele dag ben ik verliefd. En nog steeds weet ik niet of ik dit ga posten of niet. Ik ben echt besluiteloos. Ik heb het al 20 keer gezegd in die camera, maar jeemel man, ik weet het echt niet. Oh, ik kan wel stukjes eruit kippen. Anyway. Kijk mijn ogen. Mijn huid is wel gaaf. Zie je dat mijn huid gaaf aan het worden is. Ik moet naar een schoonheidsspecialist. Binnenkort gaan naar de schoonheidsspecialist, oké? Want ik wil die ontcijferen dat mijn huid uit mijn gezicht hebben. Vooral hoe het nu zo rustig is. En ik aan het detoxen ben. Ik drink veel water, toch? Veel water. Ik heb vandaag wel een moment van, hoe moet ik het zeggen? Wat heb ik vandaag ervaren? Was het eenzaamheid? Ik heb momenten gehad vandaag. Waar dacht ik aan? Dacht ik aan thuis? Ik heb een stukje eenzaamheid gevoeld. Maar ik kan even terugbrengen voor wat, in welke context dat was. Of dat dan de thuissituatie was? Nee. Wat was het? Ik ben met mijn gedachten in huis gegaan. Ik weet niet. Ik voel me niet eenzaam hoor. Ik ben niet eenzaam hoor. Nee. Nee, absoluut niet. Alleen soms kan je eenzaam voelen in de strijd die je op dat moment aan het leveren bent. Dat je even geen aansluiting hebt. Dat je even wat extra handen zou willen hebben. Oh ja, ik weet alweer waar het over ging. Het had met financiën te maken. Ja. Je financiële identiteit, je financiële waarheid heb ik vanochtend over gesproken in mijn video. Van een paar jaar geleden. 2 jaar geleden heb ik die video opgenomen en hoe actueel het nog steeds is.
ik moet geloof hebben en vertrouwen hebben dat het goed komt. Nu zeg ik iets randoms, maar in mijn hart weet ik wat ik daarmee bedoel. Ik moet geloof en vertrouwen hebben dat het goed komt. En ik moet eraan werken. Ik ga jullie wel zeggen, ik ben wel aan het wachten op een keertje. Een keertje geluk. Ik kan wel een beetje geluk momenteel gebruiken. Nee, geen geluk. Wind mee. Ik heb even wind in die zeilen nodig. Dat is wat ik wil hebben. Klein beetje wind mee. Dat is wat ik wil ervaren. Je ziet hoe verschrikkelijk moe ik aan het worden ben. Is niet dat die lamp uitgaat, de camera gaat uit, dat ik kan slapen, hè? Was leuk geweest. Misschien knijp ik mijn ogen zo omdat die lamp zo fel is. En dan kijk ik ook echt die kant als je weet hoe heftig die lamp is hier. Wat hier schijnt in mijn poren. Zodat ik te zwart ben als ik dit doe. Mijn god, mijn god. Jezus. Het is een beetje te veel van het goede. Dan gaan we even zo afscheid nemen. Wederom dankjewel voor het kijken van dit deel. Ik hoop niet dat het saai is. Maar voor degenen die echt geïnteresseerd zijn om gewoon op de voet te volgen wat ik aan het doen ben. Nou, voor jullie doe ik dit dus. Voor jullie neem ik dit dus op. Ten eerste voor mezelf, dat ik terug kan kijken. Dat ik de dagjes ook weer terug in mijn herinnering kan halen. Want soms vergeet je veel, hè. Maar ik neem dit op, zodat ik kan terugkijken en kan nadenken van, oh ja. Eigenlijk om zoveel mogelijk terug te kunnen halen hier. Van wat ik hier aan het doen ben. En along the way kijken jullie gezellig mee. En omdat jullie dat doen, wil ik zeggen dankjewel. Nogmaals, ik ben Find the Creator. Mr. Good Vibes. Rombo de Babbelaar. En zoals jullie zien, toch wel iemand die gefocust is in zijn, en als hij iets start, als hij iets zegt, dat ook echt in praktijk brengt. Ik ben aan het begin van mijn traject, hoor. Ik ben nog niet waar ik moet zijn. Maar ik sta aan het begin van mijn traject. En wat eigenlijk hierna zal voortkomen, ben ik er bijzonder, bijzonder benieuwd naar. Like en deel. Zie je graag morgen.